Een hele goede morgen, lieve paardenvriendjes. Vandaag ben ik er ook weer een keertje. Wij gaan samen, moeders en ik, met paard en wagen, nou eigenlijk meer een trailer. Gaan jullie mee? Ik zit nu met Rebecca. Notburgastrasse. Weten jullie waar de Notburgastrasse is? Vast niet. Die gaat op. In mijn graadhuis. Maar we zitten nu in de auto. En we hebben een rit van 801 kilometer te gaan. Om je naar hem zo gaan schreeuwen. Zie je wel, Rick, die kan niet vloggen, jongens. Ik heb het al heel lang niet meer gedaan. Nee, je gaat er echt van schreeuwen. Sorry. Wij gaan naar Burgerstrouwer. Wat? Ik weet het niet. We gaan naar... We gaan. We zijn met, hallo, ja precies, we zijn met de boer on tour. We gaan niet naar Rusland. Ik moet in beeld, ik moet niet uit beeld. Hij wiebelt. Dank je. We gaan niet naar Rusland, maar we gaan wel heel ver rijden. Dus ik ben erg, oh kijk, er is een havik. Dus ik ben wel heel benieuwd, hallo. Ik zie geen havik. Ik ben wel heel benieuwd hoe dat is. Ik heb nog nooit zo lang met de trailer gereden. Dat is voor mij ook wel nieuw avontuur. Ik vind het niet spannend. Het is alleen wel heel lang. Maar goed, ik zit op cruise control en ik heb nog 745 kilometer te gaan. Dus we komen er vanzelf, denk ik dan maar. Wat ben je allemaal aan het doen? Echt, zo kan je toch niet vloggen? Lambera! In Frankrijk en we rijden hier langs, weet ik niet. En hier is, weet ik ook niet, maar ik zie wel heel veel paarden. Het is een of ander evenement, want je ziet hier allemaal van die tijdelijke stallen en zo. Dus Rick, aan jou de schone taak nu op te zoeken waar we zijn en wat voor een evenement het is. Hier zijn we. Hier zijn we. Inmiddels zijn we in Frankrijk al een tijdje. Rosanne, ik weet dat heel veel mannen zijn. Hoopvol, dit heb ik dus naast me. En de bergen worden hoger, de dalen worden dieper. En ik hoop dat we er komen. Ja, het zal wel. We moeten nog 2 uur 56 minuten en nog 224 kilometer. We kunnen het. Gered, we zijn er! En we zijn bij... Stal Ruud. Nee, bij Sjul! Ja, bij Stal Ruud, ja. Maar we zijn bij Sjul en dat wisten ze allemaal nog niet. Dus, nu weten ze pas dat we naar jou toe zijn, want we zijn namelijk door België, Luxemburg, Frankrijk en toen Duitsland gekomen. Dus we waren een beetje in de war waar we waren. Maar we gaan naar Bel en Bel gaat morgen weer naar Nederland, hè? Heb je zin in? Ja. Vind je het leuk? Ja. Oh, cool. Nou, we gaan naar Bel, kom. Bellekind, oh is daar de Bellekind, hij is schat. Hallo liefie. Hey, hallo meisje. Wat een mooie stal heb jij. Wat zie je er goed uit. Hi. Ben je nou bang voor mijn camera? Ben je nou nu al helemaal geen YouTube pony meer? Je doet het goed bij boer Ruud volgens mij. Ja, dat is wel even verschil met de vorige stallen. Oh. Die zijn we aan het inpakken, dus voor morgen. Want morgen vertrekken we om 6 uur richting Nederland.
Omdat het een hele rit is. We moeten natuurlijk een paar keer stoppen om belwater te geven. Even te kijken of alles goed gaat. Dus ja, hooi in de auto of in de wagen vast. Ah, oh, ze kan er erbij. Net al. Het is wel lekker zo gevoerd worden. En voor Arthur? Arthur heet hij toch? Arnold. Arnold. Voor Arnold. Helemaal stevig. 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 Ja, dit is een goede trailer zo. Oh, wacht. De knobbel. Ik weet niet hoe dat werkt. Zoiets. En de banden. De hij is net helemaal gekeurd, Rick. Oh. Ja, dat wist ik. Goedemorgen, paardenvriendjes. Het is nu inmiddels bijna 5 uur. Dus dat is heel vroeg. Ja. Maar we gaan terug naar Nederland. En nu met het bellenkind achterin. En we gaan zo vroeg omdat het minimaal 10,5 uur rijden is. Dus als alles goed gaat, staat Bel om 6 uur in de trailer. En dan zijn we om 4:30 in Poldijk. Zien jullie deze wel, jongens? Daar heb ik allemaal voor die beltje over, hè? Dat is. Maar goed, we gaan. Kom. Let's go. We zijn weer op reis. Weer terug. En we hebben... het slachtoffer. Nee, Bel is geen slachtoffer. Bel gaat lekker mee naar Nederland. Ging heel makkelijk de trailer in, dus dat doet ze nog super goed. Ik denk dat ze het wel spannend zal vinden, maar ze heeft nu een jaar niet in de trailer gestaan. Dus dat is dan anders. Maar ik denk dat ze het heel goed zal doen. En ik voel er ook niet, ze staat gewoon weer stil. Ik hoor er ook niet, dus ik denk zelf dat ze het heel goed zal doen. En nu hebben we een rit van 10 plus uur terug naar Nederland richting de Arkenhoeven. En kijk, een mooie berg. Dames en heren, hier rechts zie je Europol. Dat vind ik dan als oud-politieagent super gaaf. Dat is een soort overkoepelende organisatie van alle politiemachten in Europa. En dan hebben we hier Europol. Een beetje ook uit als de CIA. Tada! Ik zie u roepen. Tada! We gaan bijna de grens weer over richting Luxemburg. Na wat een lange rit. Ja, we hebben wel lang achter elkaar gereden, maar ik moet zeggen, Bel heeft geen stap verzet. Die staat en die staat, dat is het. Ja. Het is België! België! Oké. Okay. We gaan helemaal niet naar Luxemburg, we gaan naar België. Jeez. België. Oké, vrouw. Ik denk ik kom toch even water geven nou, hè? Ja. Dat duurt nou al heel erg lang. Wil je? Dat ga je natuurlijk nooit doen. Oké, ik doe het even zo. Die zien daar, ja. Na 10,5 uur. Zoals iets langer. 10 uur en 10 oh my god, we zijn er. We zijn er. Hey Tess. Hi. Okay. We zijn bij de daar is ze dan. De kleine pony. Yes. Is ze los, Jules? Gaan we een klep open doen. Belletje, je bent er. In Nederland. Hallo vrouwtje. Ja? Ja. Toppie, kom maar. Kom maar wel. Ja. Zou ik naar Corona
blijkbaar. Ze zegt hallo zeggen. Ja, precies. Hij is verloren. Dat is zo. Hey, Ron, daar is ze. Kom maar daarna. Spelletje, kom maar. Dan ga ik vooral over je halen hoor. Oh, ze vond mij ook echt niet aardig hoor, die eerste 10 minuten. Oh, dat is waar eigenlijk. Ze kennen elkaar wel. Ja, wel. Ik moet even Blondie kijken. Blondie, die is wel heel geïnteresseerd. Ja. Kijk de blonde pony. Van draaien hoor, dat zal de droom gewoon niet draaien. Kijk uit dus. Kijk, is dat toch geen zin? Dat is een mooie ruimte. Ja, moet je het vanuit doen? Nou, het is zover. Meiden zijn aan het rijden. Het is onze Boris en eigenlijk gaat het wel heel goed. Maar, wat komt daar in mijn ooghoek? Ja, ja, daar is ze. Het bellekind met Sjoe. Dat is toch te leuk, jongens. Daar is ze weer. Het belletje. Het belletje is lekker. Aan het rijden. Dus gisteren aangekomen en loopt al als een echte baas door de bak heen. Die doet het gewoon. Helemaal leuk.